Hey, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog op mijn zus. Ik ben Kelly en ik ga je vandaag wel meenemen in mijn dag. Het is vandaag zaterdag 21 november. Het is 8 uur geweest. Ik heb al gelopen met Jewel. En nu ben ik even wakker aan het worden met een ontbijtje. Het was nog één portie, dus ik denk dat doe ik die gewoon in het bakje zelf. Ik vind het goed, het scheelt afwas. En een kopje thee. Zoals je ziet, wellicht... Als je gisteren nog niet hebt bekeken, ik heb mijn haar laten knippen. Ik ben er wel tevreden over, maar omdat ik het gisteren heb gewassen, moet ik er toch nog een beetje aan wennen. Maar goed, dat komt wel goed. Ik denk dat het in de loop van de dag wel beter gaat zitten. Ik ga dadelijk werken. Over een uurtje ongeveer. Ik heb een dalweek, als het goed is. Nou ja, goed, daar gaan we vanuit. Ik heb een dalweek op het rooster staan. Dus als het goed is, valt dat wel mee. Dan ben ik ook weer niet al te laat thuis. En ik heb een kriebel in mijn neus. Oh jongens, toch. Als het goed is ben ik niet al te laat thuis. En dan, ja, het begint mijn middagprogramma. Ik heb een heel lijstje aan dingen die ik wil doen. Ik wil een video opnemen die vandaag nog online moet. Ik wil een video maken die morgen online gaat. Ik moet boodschappen doen. Want vanavond komen Jill en Kevin gourmetten. Ik moet nog 5 stories over de dag heen plaatsen. Ik wil nog Instagram foto's maken, wat altijd een dingetje is. Ik wil werken aan een plan voor december en cadeau-ideeën opdoen voor de decemberswap. Want ik organiseer dus, als je gisteren niet hebt gezien, ik val even in herhaling, maar dat maakt niet uit. Een decemberswap samen met een andere Instagrammer uit Kaatjes Keuken. En ja, de decemberswap is gewoon dat je met een paar mensen... In eerste instantie was het idee met z'n tweeën, maar toen bedachten we van ja, goh, we kunnen altijd kijken of er meer mensen mee willen doen. Hoe meer lichtjes, hoe meer vreugde. Om dan gewoon met 24 kleinigheden, cadeautjes, zelfgemaakte dingetjes te versturen naar de ander. En dat er dan in december iedere dag een cadeautje wordt geopend en ook eigenlijk gedeeld op Instagram. Dan moet ik daar nog eventjes over nadenken hoe ik dat verwoord naar hun. Niks moet. Ik wil het heel laagdrempelig houden. En er is ook geen vaste prijs, dus niks vast aan, gewoon wat je zelf denkt aan de hand van een Instagram van een ander. Goh, dat is leuk voor die persoon, dat stuur je op. Het is gewoon puur laagdrempelig december nog leuker maken dan dat de maand normaal gesproken is. Maar het heeft wel wat voeten in aarde en dat had ik niet helemaal verwacht. Maar het is ook heel leuk om te doen. Dus ja, daar ga ik vandaag ook nog mee aan de slag. En dan is het vanzelf einde middag en dan komen Jill en Kevin. En dan is het spelletjesavond en gourmetten. Ik ga jullie gewoon gezellig meenemen. En dan zien we wel wat de dag brengt. Het is dan wel zaterdag. Maar ik heb vandaag dus de weekboodschap gehaald. En de boodschappen voor het gourmetten. En het leek me wel leuk om jullie te laten zien wat ik dan allemaal weer heb meegenomen. Dus ik ga gewoon weer een gezellige boodschappenshoplog met jullie doen. Ik nam allereerst 3 flessen ice mee. Ondertussen zie je Jewel... hier druk spelen. Nou, we gaan. Whisky saus en knoflooksaus. Mini snacks voor als we nog honger zouden krijgen. Dan heb ik een bakje mini varkensfilet lapjes. Hier. En een bakje met mini biefstuk. En gehakt om hamburgers van te maken. Heb ik een fles boter meegenomen. Want voor het geval dat die in de koelkast al op is. Anders is het gewoon voorraad. 3 potjes roerjoghurt weer. Ja, het is geen roerjoghurt meer. Het is gewoon een yoghurt. Ja, ik maak wel yoghurt. Maar ik vind het fijn in potjes. Dus die. En een bakje met kwark yoghurt. Kwark yoghurtdroom met de smaak winterappel. Ik dacht, die is altijd wel leuk om ze te proberen. Ga ik nu even de volgende badge pakken en Jewel naar buiten laten. Alright, ik heb alles uit de tassen. Kan ik nu de rest laten zien. Misschien dat ik even tussendoor het stop doe om alles op te ruimen. Wat in de koeling moet of in de diepvries. Nu heb ik volgens mij niet heel veel diepvries, vooral koeling. Maar goed, dat is een latere zorg. Ik ga beginnen, of ik ga verder. 2 bakjes kruidenboter voor vanavond. En pak je krieltjes voor vanavond. Dan heb ik het brood gebraden gehakt.
Savelaat. En een pak kaas. Dan heb ik voor mezelf, voor is weer compleet iets anders, heb ik facial swipes. Voor gezicht reinigen, 's avonds. Dan heb ik nog een wraps voor komende week. Ga ik weer Mexicaans wraps maken. Een pannenkoekenmix voor vanavond. Een zak mocha coffee pads. Die vinden ze hier wel lekker, dus nou, prima. Nasi bami groenten. Voor weer een keer nasi te maken of bami. Ik heb al 2 weken nasi gemaakt, dus misschien wel nu wel bami. Goedemorgen thee voor bij mijn ontbijt. Een zak tortilla chips. Paprika's voor vanavond. Ik heb 4 stokbroden om af te bakken voor vanavond. Ik weet niet of het opgaat, maar dan heb ik het in ieder geval in huis. Kroephoek voor bij de nasi en bami. Piccolor broodjes voor morgen vroeg. Geraspte kaas voor bij de wraps. 2 zakjes nootjes voor komende week om mee te geven. Of om zelf een beetje van te snacken. Dop echte mais en linzenmix voor in de wraps. Pomodori voor de wraps. Champignons voor vanavond. Mandarijntjes in de hoop dat ze lekker zijn. Ik weet het niet, dat is altijd even afwachten. Ik hoop dat het inmiddels het seizoen is. Worteltjes om mee te nemen. Reepjes voor vanavond. Speklapjes voor vanavond. Kidneybonen voor in de wraps. Halfvolle melkpak, gewoon even voor de voorraad bij te werken. Romige tomatensoep. En dan twijfel ik of deze nou lekker was of niet. Dus we gaan het vanzelf wel zien. Een fles tomatenketchup. Kaneelbiscuitjes om mee te nemen. Gewoon in een zakje, net zo makkelijk. Satésaus voor vanavond. Ik kan prima zelf satésaus maken, maar deze week dat hij wat, hoe zou ik het zeggen, wat losser blijft. Dat wordt, als ik zelf saté maak, wordt het vrij snel wel vast. Een vast prutje om het zo maar te noemen. Klinkt heel vies, maar en dit niet. Dus, en het is lekker makkelijk. Minder afwas. Want je hebt al genoeg afwas met gourmetten. Een blikje tonijn voor bij een pasta. En dan bedenk ik me dat ik... Oh nee, kan ik met spinazie à la crème. Gaan we uitproberen. En één laatste. Potje Nutella. Die was bijna op. Heel belangrijk. Niet dat ik het zo vaak eet, maar wel in huis hebben. En het laatste is... Ook die courgette al vermeld. Een courgette voor vanavond. En als laatste bananen voor mijn ontbijtje. En dat was het. €66 was ik lichter. Dus dat is genoeg. Maar voor wat ik heb vind ik het meevallen. Ga ik nu alles in een rap tempo opruimen. Na de boodschappen heb ik nog eventjes een filmpje opgenomen. Over een vriendenboekje als een soort ketonomie voor op het YouTube kanaal en op IGTV. Nu viel mijn camera uit op praktisch het einde. Dus ik... Ik heb zoiets van, ja, ik kan het nu wel af gaan raffelen met mijn mobiel om dan het einde te filmen. Maar ik denk, wacht maar even, dan film ik dat gewoon met mijn gewone camera. Want ik kan ook alleen maar met een kabeltje naar mijn computer uploaden. Dus ja, ik heb nog geen filmpje online kunnen zetten. Ik baal een beetje. Ik probeer het toch nog vandaag iets online te zetten op mijn YouTube kanaal. Maar ik ben bang dat het gewoon er niet gaat worden. Ja goed, dan pak ik dat gewoon op een ander moment terug. Ik heb wel gefilmd vandaag en ik ben nog steeds aan het filmen. Dus wat dan gaat, doe ik het wel goed. Het is alleen jammer dat er dan net 1 dag weer wegvalt. Maar ja, dat halen we dan wel weer in. Dan het gewoon 2 video's op 1 dag of gewoon niet, het zij zo. Ik ben nu, terwijl ik dit film, moet ik eigenlijk eventjes deze... Zien jullie het? Nee, daar. Afwas opruimen. Die heb ik vanmorgen gedaan. Die had ik even laten liggen. Dan werk ik dat nu weg, want het is toch schoon.
Want Jill en Kevin die komen zo, die komen dus gewoon met hem. En ik kreeg net een appje dat ze onderweg waren. Dus ik ga even hier opruimen en dan kunnen we aan de slag voor de gourmet. Zo, het is al 1:15. De dag was super leuk. Ik denk, ik doe het toch nog even afsluiten, maar dan met de camera van mijn telefoon. Lekker gourmet. Ik heb nog verbrand aan het gourmetstel. Best wel een flinke plek, maar die zal ik morgen wel wellicht laten zien als ik eraan denk. Daarna heb ik samen met Jill afgewassen. Super gezellig. Gebrainstormd over een heel leuk ding. Wat we gaan doen. Komen jullie vanzelf nog wel een keer achter. Daarna een toetje gegeten. Zodat via een vignette ijs. Karamelversie had ze meegenomen. Super lekker. En daarna hebben we nog een paar potjes Rayman gedaan. En toen werd Kevin super moe. Die viel me praktisch in slaap. Dus zijn ze lekker naar huis toe gegaan. Heb ik nog even gebrainstormd. En ja, nu is het echt wel bedtijd. Ik ben moe. Morgen weer een nieuwe dag. Een hele leuke dag. Ik weet nog even niet precies wat ik er allemaal van laat zien. Maar dat komt vast wel goed. Daar ga ik het nog wel even over hebben. En ik heb er zin in. Dus ik wil je voor nu bedanken voor het kijken. Doen. Duimpje omhoog als je hem leuk vond. Een hartje. Ik ga het nou niet proberen. Dan krijg je zo'n half hartje. Laat een reactie achter als je dat leuk vindt. En dan zie ik je graag morgen weer. Tot morgen. Doei doei. En goedemorgen. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dag van mijn zus. Ik ben Kelly. En ik geef vandaag weer meenemen in mijn dag. Het is zondag. Ik heb even geen idee. November. Ze schijnt altijd hieronder. Dus dan zul je het toch wel zien. Ik ga even naar de badkamer. Ik heb het een beetje zo. Ik zet jullie op een handdoek. Yes. Ik had me dus, waar ik me afsloot gisteren in de vlog, was dat ik me had verbrand aan het gourmetstel. Ik denk, ik laat het even zien, want het is toch best wel wat. Maar nu heb ik het dus per ongeluk vannacht. In mijn slaap heb ik er langs iets afgeschuurd of zo. Maar het doet goed zeer. Dus ik ga er weer calendula op doen. En een pleister. En dan komt dat vast wel weer goed. Ja. Mijn leuk is natuurlijk anders. En lomp is ook anders. Maar ja. Jezus, bij de adem van die trap. Hier het gaartje erbij. Kassen. Volgens mij rende Jill net tegen de deur op. Dat doet ze altijd als ze naar binnen wil. Ik heb net alvast een de vlog voor vandaag, die wel al lang online staat, over mijn vriendenboekje heb ik geëdit. Die ga ik zo meteen online zetten. En dan heb ik nog, even kijken of jij nog een tube staat, nee. Ja, dan pakken we deze maar. En dan heb ik nog een brood gebakken, of tenminste, daar ben ik mee bezig. Die moet nou reizen. Zo, maar je kent het dus een beetje boos op Jewel. Die ging iets halen volgens mij dan normaal. Maar ja, hey. Kind van de vrouwtje, hè? De lomp is lastig. Zo. Maar calendulant vind ik altijd wel een heel fijn product. Daar ben ik mee. Dat is wel heel erg diep. Ben ik mee opgegroeid. Oma zei altijd calendulant. En mama zei altijd calendulant. En nu doe ik dat zelf ook. Calendulant. Zelfs mijn neefje die weet al gewoon zalf. Crème als je pijn heeft. Dus ja. En het werkt goed. Normaal gesproken. Ik weet niet of dat nu bij deze ook. Of dat ik hier nog verder iets mee moet eigenlijk. Maar goed, ik kom straks toch bij mijn ouders. Laat ik het mama wel even zien, die weet het meestal wel. Of ik dat gewoon alleen met calendulan red. Of dat ik er nog iets verder mee moet. Ik denk het niet. Ik doe alleen wat zeer en het is open, maar voor de rest. Geen idee. Wat er vandaag op de planning staat, is dat ik nu die vlog ga uploaden. En even tekst erbij schrijven. En dan ga ik nog even een blogpost typen. Dan zal het wel
12 uur zijn. Dan moet ik de oven gaan voorverwarmen. 11:45 moet het brood erin. Dan moet dat 25 minuten in de oven. En dan ga ik vanmiddag, vanmiddag tussen 1 en 2, ga ik naar Roermond toe. Naar mijn ouders en mijn neefje en mijn zusje. En ik denk dat mijn jongste zusje er dan ook wel is. Daar ben ik eigenlijk zeker. Dan komt er een Piet langs. Ik denk niet Sinterklaas, maar wel een Piet. Dus ik ben heel benieuwd. Ik weet nog niet of ik er verder wat van ga filmen of zo. Ik ga wel weer foto's maken natuurlijk. Dat is het alleen maar voor ons eigen dagboek, bij wijze van. Dus ja, ik heb er wel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe hij erop reageert. We gaan het meemaken. Dus ik heb er zin in. We gaan vandaag beginnen. Of ja, we zijn al bezig. Het feit dat het 11:30 is, wil zeggen dat we toch alweer wat van de dag erop bezitten. Ja, nou, let's go. Nou, jullie verdienen een flinke update van mij. Want ik ben de vlog begonnen en daarna heb ik eigenlijk niks meer gefilmd op het avondeten na. En dat is best wel triest. Dus ik voeg deze denk ik ook maar gewoon weer toe aan de zaterdagvlog. Maar ik heb wel wat foto's gemaakt. En die zal ik nu ook zeker eventjes doorheen laten komen. Ik heb een hele leuke middag gehad. De Pieten die waren al vrij vroeg bij mijn ouders. En waren super lief. Olaf was ook heel lief. Die was gelijk enthousiast. Pietjes! En helemaal blij. En hij ging ook knuffelen. En met zo'n foto. Wat ik echt, ja, Olaf is ontzettend sociaal. Dat is echt prachtig aan hem. Maar ik had dat toch net niet helemaal verwacht. Maar goed, het was wel echt ontzettend mooi om te zien. Hij kreeg een heel leuk tabletje, zeg maar, van de Pieten. Waar je op kan tekenen en dan duw je op knop en dan is dat zo helemaal weg. En ik kreeg chocolade later. Dus hij was helemaal in de wolken. En dat was echt, ja, ik blijf te raden. Het was gewoon super om te zien en super om een keer meegemaakt te hebben. Daarna hebben we even, toen de Pietjes weer weg waren, hebben we wat gedronken, vlaai gegeten. Gewoon gezellig samen. En toen bedacht ik me van ja, waarom zou ik niet even met Olaf naar buiten gaan? Dus hebben we Olaf meegenomen op zijn skeltertje, mee naar buiten. Een flink stuk gelopen. Dat was iets meer dan dat we hadden gepland, maar het was meer dan waard. Want hij heeft misschien 1/3 op zijn skelter gezeten. En de rest heeft hij op de armen gewisseld gehangen. Maar toen was het allemaal waard. Want we liepen langs een, op een zandpad. Langs een spoor af. En ja, Olaf is gek van treinen. Alles wat rijdt is prachtig. En op een gegeven moment kwam er een trein aan. Die zag ik al vrij op tijd aankomen. Dus ik kan gelijk aan de rand gaan staan. Zodat we die... De trein was een stuk boven ons. Zodat we die konden zien. Dus we begonnen te zwaaien. Want ja, Olaf zwaait altijd naar een trein. Maar blijkbaar heeft die machinist dat gezien. En die begon dus te toeteren. Nou, echt. Het was gewoon goud. Het was goud. Het was geweldig. Die ogen die twinkelden. En hij was helemaal verliefd. Het was echt ontzettend mooi om te zien. Het was echt ontzettend leuk. En ja, die wandeling afgemaakt. Daar heb ik nog wat gedronken daar. En toen ben ik volgens mij rond 4:45 of zo ben ik naar huis toe gereden. Heb ik hier eten gemaakt. We hadden nog wat restjes van de gourmet van gisteren. Die had Jill opgebakken in de wok. En dat was heel lekker. En dan belde ik nog wat Thaise of ja, Chinese groentemix volgens mij. Van Lidl. Die had ik met wat teriyaki saus opgebakken. Dan hadden we net iets meer groente erbij nog. En dat was ook geslaagd. Toen heb ik afgewassen. En daarna ben ik achter de computer gekropen. En dan heb ik zo nog wat dingen gedaan. Het filmpje of de video van gisteren over het vriendenboekje, die heb ik op mijn blog gezet in een artikel. Dat wordt toch anders bekeken dan op YouTube en IGTV. Dus dan is het wat, heb ik een wat breder bereik, of als het ware. En ja, nu is het al 20:10 geweest. Daarna was het 22:22. Nu is het 22:26 en ik vind het goed geweest voor vandaag. Ik wil morgen op tijd op en dan lekker aan de slag gaan. Dus ik ga nu afsluiten en naar bed. Maar ik heb genoten vandaag. En dat was alles waard. Alleen helaas geen filmmateriaal. Dat is niet zo handig. Oh, en een brood dat ik heb gemaakt. Ik weet niet of ik dat nog ergens heb laten zien. Dat was zeer geslaagd. Dus ja, ik ben tevreden. Ik zeg tot morgen, sowieso. Ik bedank je voor het kijken.
Doe een duimpje omhoog of een hartje. En dan, ja, komt het allemaal goed.